Anne, zoals het eruit ziet, zit jouw toernooi er nog niet op. Er komt waarschijnlijk een barrage met TL en Java aan. Niettemin, zeg maar, het reguliere toernooi is dat wel. En ja, je hebt een geweldige score behaald toch uiteindelijk. Tenminste, ja, dat is toch zo. En vandaag volgens mij ook nog een goede partij gespeeld. Ja, vandaag was een goede partij inderdaad. Vanuit de opening voordeel behaald. En volgens mij redelijk soepel uitgespeeld verder. Dus daar ben ik erg tevreden mee. Ja, en weer met dat dame D3. Wat is dat toch? Speel je tegenwoordig altijd dame D3 in het Siciliaans? Nee, zij verraste me met Siciliaans. Maar in deze variant wist ik dat ze recent wel dame D3 doen. Omdat het heel lastig is voor zwart. En in de partij bleek dat eigenlijk ook wel. Ja, want al heel snel... had ze allemaal zwaktes, pion D6, pion H5 is natuurlijk vaak niet zo lekker. Paarden stonden een beetje onhandig, loper wordt weggedreven. En dat gecombineerd, dat leidde tot het punt. Ja, ja zeker. Het belangrijkste komt natuurlijk toch. Maar over dit deel van het toernooi, hoe kijk je er nu op terug? Ja, eigenlijk best wel tevreden. Ik denk dat ik een aantal partijen heel goed gespeeld heb. En een aantal partijen in ieder geval goed gevochten. Waardoor ik denk ik het maximaal haalbare uit mijn toernooi heb gehaald. En daar ben ik in ieder geval heel tevreden over. En dit moet ongetwijfeld goed zijn voor je Elo-rating. Ja, klopt. Ja. Hoeveel punten komen er nu bij? Een stuk of 15, zoiets denk ik. Dat is nog niet genoeg. Ik ben nog niet tevreden. Maar het is een stapje in de goede richting. Ja, zeker. We gaan weer de goede kant op, hopelijk. Okay. Nou, gefeliciteerd voor nu en succes voor straks. Dankjewel.